Aquarius klankmeditatie 24 kanalen. Ga gemakkelijk zitten. Zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen. Ontspan en word innerlijk stil. Er zijn in het universum 12 actieve, fundamentele krachten of principes werkzaam en 12 passieve. Het hele universum is van deze krachten doordrongen en zij kunnen in eindeloze variaties en combinaties optreden. Aangezien iedere kracht of ieder principe dat in het universum aanwezig is, ook elke individuele menselijke ziel doordringt, kun en moet je er verbinding mee maken, want het hele universum is binnenin je.
hoe de mens deze principes of krachten gebruikt en er richting aan geeft, bepaalt zijn harmonie en geluk in zijn leven. Activiteit en passiviteit zijn twee fundamentele goddelijke aspecten in het universum. Er bestaat niet slechts één actief en één passief principe, maar er zijn er 12 van elk. Voor de mens rijst de vraag in welk geval hij een actieve en wanneer een passieve houding dient aan te nemen. Wanneer moet hij zijn vrije wil actief inzetten en wanneer moet hij deze vrije wil passief inzetten, zodat Gods wil kan worden vervuld? Jullie denken hier in dit soort termen over, maar hier ligt een fundamentele onjuistheid. Want het is allerminst waar dat je passief kunt zijn wanneer je Gods wil vervult. Werkelijk om de wil van God te vervullen, heb je heel wat activiteit en wilskracht nodig.
wanneer de actieve krachten in de kanalen worden gebruikt die voor de passieve stromen zijn bestemd, ontstaat er verstopping en het gevolg voor de mens is frustratie. Wanneer anderzijds de passieve krachten in de plaats komen van de actieve en de kanalen ingaan waar het actieve principe vrij werkzaam zou moeten zijn, zal er geen verstopping, maar een stilstand of stagnatie optreden. Dit doet zich niet alleen in de algemene ontwikkeling voor, maar er ontstaat in bepaalde opzichten in de menselijke ziel een traagheid die geleidelijk de gehele innerlijke toestand van de persoon in kwestie beïnvloedt.
Speciaal iemand die op het pad is, heeft het hart nodig erachter te komen in welk opzicht de krachten actief en in welk opzicht ze passief moeten zijn. Visualiseer voor nog 5 minuten dat de actieve en passieve krachten harmonieus samenwerken en kom dan langzaam terug. Dankjewel.